hebt tijd, hè? Vind je het klaar mee? Maar weet u zeker dat dit Martin Kok is? Ik heb een beetje gegoogeld en hij komt aardig overheen met geen gevoel. We hebben nu 10 voor 11. Weet u daarmee eens? Ja, 10 voor 11. Controle kan dat trouwen. Jort, kijk even op jou. Nou, dat is niet zo betrouwbaar, maar om en nabij. Goed koud klokken, hè, Jort? Maar wat eigenlijk op neerkomt is officier van de staat in Nederland. Over een uur betaal ik 5000 euro per uur. Dat is helemaal nu, wat u wil. Wat u eigenlijk niet meer mag doen is dat u de gegevens op de site mag zetten. Die moet u eraf halen, heeft de rechter bevolen. Doet u dat niet, dan kan het de duur gaan. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik zou zeggen, geeft u aan uw advocaat. Andere site moet je niet betekenen? Nee, dat heb ik al voor u gedaan. Oké. Dus voor nu is het de tijd gaat tellen. 63 euro per minuut. Ik kan niet zo goed rekenen, maar dan komt het ongeveer niet. Moet hij niet voor de zekerheid gegijzeld worden? Dat is een stap daarna wellicht, maar binnen uw bedrag. Binnen uw bedrag. Hij zit in het eerste onderwerp.